Speciale rookruimtes in horecagelegenheden vallen niet langer buiten het algeheel rookverbod. Het gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag bepaald dat de uitzondering voor rookruimtes in de horeca ongeldig is. Vanaf 1 juli 2008 is in Nederland een rookverbod voor de horeca van kracht. Op dat verbod geldt een uitzondering voor speciaal aangewezen rookruimtes. De vereniging Club Actieve Niet-Rokers ging hier in juni 2016 tegen in procedure, maar verloor de zaak toen bij de lagere rechtbank. De organisatie ging vervolgens in hoger beroep. Vind je dat de rookruimte verdwijnt? Ja, vind ik jammer. Ik, uh, ik vind het eigenlijk wel uh, een beetje betuttelend. We hebben, we hebben al tien jaar discussie over uh, het roken, al dan niet in, in horeca en openbare gelegenheden. We hadden een mooi compromis. We roken niet meer, maar we hebben wel een rookruimte voor mensen die daar behoefte aan hebben. En die pak je ze af. En ja, dat is jammer. Dat vind jij eigenlijk niet... Uh, niet bij het totale gasvrij pakket horen wat je als horeca graag biedt. En de oplossing was prima. Wij zijn vanaf de dag dat het rookverbod werd ingevoerd, op 1 juli 2008, hebben wij ons daaraan gehouden, we hebben diezelfde dag de asbakken van de bar afgehaald en we hebben de rookruimte gecreëerd, inmiddels zoals die nu is. En ik denk als je morgen zegt, het wordt teruggedraaid, iedereen mag roken, dat ik het toch laat zoals het nu is. Het werkt zo prima, het is goed. En eh, ik vind het voor, de, voor dat, al is het misschien een kleiner percentage, jammer dat de mensen die daar behoefte aan hebben niet meer kunnen roken in een rookruimte. Het probleem is dat al die mensen die nu roken, eigenlijk die worden naar buiten gejaagd. Dus ik voorzie wel best wel wat overlast in de buurt. Mensen die naast een café wonen of in de stad of in een buitenwijk zoals hier, die zullen daar toch iets meer van gaan merken. En dat, dat vind ik eigenlijk geen prettige bijkomstigheid van dit verbod. Er zijn natuurlijk ook nieuwe kansen, dat ook wel weer. Je kunt met die ruimte andere dingen gaan bedenken, maar het is niet de essentie van waarom je dingen gaat aanpakken en investeren in iets zoals een rookruimte. Kijk, ik was hier met een afzuiging en een bandje, je bent toch gauw 10.000, 12 12.000 euro verder. Dan denk je nu waarvoor. Hè? Aan de andere kant hebben we er ook weer 10 jaar van mogen profiteren. Alles heeft voor en tegen. Niet-rokers in horecagelegenheden kunnen volgens het Hof sociale druk voelen om naar mensen in rookruimtes toe te gaan. Medewerkers van cafés en restaurants worden bovendien aan rook blootgesteld als ze de rookruimtes moeten opruimen. Nee, ik kan me niet voorstellen dat er een sociale druk ligt op iemand die niet rookt uh, om een rookruimte binnen te wandelen uh, om, om een gesprek aan te gaan of zo. Nee, dat, dat klinkt mij heel erg overdreven in de oren. Ik, ik verwacht wel dat een aantal mensen zeggen van ja dan. Als ik mijn ding niet kan doen wat ik graag doe, dan, dan hoeft het voor mij niet. En, en er zal ook een percentage die zeggen: van ja, prima, dan ga ik wel buiten roken. maar ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat er een aantal zullen zeggen: van nou ja, dan niet meer.